Deze beschouwing die gaat over economie. Vroeger, toen dacht ik dat het met de economie goed ging of dat het met de economie niet zo goed ging. En daarom keek je ook naar het journaal om te horen of het nog goed ging met de economie. En dan zeiden ze, de economie trekt weer aan. De koopkracht gaat stijgen. En dan dacht ik, jee, goed zo. Maar toen kreeg je ook dingen als economische krimp. Dus toen was de economie aan het krimpen. En dat was dan niet goed. En dacht je, hé, wat vervelend nou. Maar dan daarna ging de economie weer groeien. En dan dacht je, jee. Nu weet ik dat het geen enkele zin had. Dat ik naar het NOS-journaal ging kijken om te zien hoe het ging met de economie. Ja, daar kwam ik pas door de jaren heen, kwam ik erachter. En zo kwam ik bijvoorbeeld achter dit, wat je hier ziet. Hè? Je ziet hier de website van goud, zilver en uurwerken. GZU Online. En die hebben daar een lijstje op staan van de goudprijs. Te beginnen in het jaar 1833. En toen kostte goud $18,93 voor een troy ounce. En het was $600 ongeveer voor een kilo. You know? Een kilo is een $600. Dat was toen. Nou, dat bleef het heel lang, zoals je kan zien. Tot en met 1900 was het nog steeds. En in 1904 was goud $609. Nou, dat is nauwelijks gestegen dus. Hè? 1904, 1905, 1906, dat werd allemaal nog steeds hetzelfde. En dan begint het, heb je hier het $608 voor een kilo. Nou, nog steeds was het een beetje hetzelfde als toen, hè? Ja, is zelfs precies hetzelfde. Ja, dus in 1912 was goud net zo duur als in 1833. Zo, in 80 jaar tijd helemaal niks gebeurd met de goudprijs. En dan begint hij een beetje te stijgen. En dan krijg je in 1919 een best fikse stijging van bijna 10%. In 1920 is het 10%. En dat blijft dan vervolgens zo doorgaan. Het blijft ongeveer 10% gestegen. Tot het jaar 1933. En dan stijgt hij weer fors. En dan krijg je $850 voor een kilo goud. En dan hier in 1934 iets meer dan $1000 voor een kilo goud. Dus dan is het twee keer zo duur als in het begin. Ongeveer. En dat twee keer zo duur, dat is dan gerealiseerd in een periode van 1914 tot 1934. Dus in 20 jaar tijd werd goud twee keer zo duur. Terwijl daarvoor helemaal niet, hè? 100 jaar lang stabiel. Nou, jij weet natuurlijk al waar dit mee te maken heeft. Dat heeft te maken met die economische crisis. En dat mensen dat papieren geld niet meer vertrouwde. Dus het geld verloor zijn waarde. Het was niet meer zo betrouwbaar. En dus werd goud een stuk duurder. Want goud geldt ook wel als de eigenlijke basisvaluta. De Nederlandse bank heeft ook nog steeds een hele hoop goud. En zo gezegd heeft de Federal Reserve in Amerika ook nog steeds een hele hoop goud. En er wordt gezegd, we weten niet of het waar is. Maar
Het wordt niet regelmatig gecontroleerd, dacht ik. Nou, en dan zie je dat die goudprijs van dik $1000... dat blijft zo'n tijdje doorgaan. Zakt een beetje in. In 1943 was hij wat minder. Dan is de oorlog voorbij. En dan is hij hier €1100. Zo'n beetje. Ja. En dat blijft het dan. Tot het jaar 1972. Zie je dat? In ene is het goud in een jaar tijd 1,5 keer zijn duur gewonnen. En het jaar daarop, 1973, is het goud ten opzichte van 1971 meer dan 2 keer zijn duur geworden. En die stijging die blijft volhouden. En die bereikt hier zijn maximum in 1980. En dan is het bijna $20,000 voor een kilo goud. $20,000 vergeleken met die $600 in het begin. Ja? Dus die 20.000, 19772, en dus die 608. In ene, hè? In ene, in een periode van 10 jaar ongeveer, is het 10 keer zo duur geworden. Ah. Pakken we even die van 71 erbij, dan rekenen we het even precies uit. 19.772 gedeeld door. Dan pakken we die prijs van 71. 1305 is 15 keer zo duur. Zo, in 10 jaar tijd. En weten jullie wat dit was dan? Waarom is goud in die tijd zo ontzettend veel duurder geworden? Nou, dat komt omdat ze besloten hadden om de dollar niet langer uit te drukken in goud. Of beter gezegd, de hoeveelheid dollars werd losgekoppeld van de hoeveelheid goud die de Amerikaanse overheid in handen had. Dus een dollar was niet langer zoveel goud. Een dollar mocht zijn wat het wou. Volgens mij is de dollar toen gekoppeld aan de olieprijs. De petrodollar heet dat ook wel. Nou, en wat zie je nou sinds 1980? In 1981 was goud weer een stuk goedkoper. Zakte die bijna een kwart in elkaar. Het is die verder in elkaar gezakt tot $10,000 hier zo in 1985. En toen begon die weer omhoog te tikken, zie je dat? Toen zakte die weer even terug. Dat was in 1998, deze periode. Dan zat hij weer onder de $10,000. In deze periode heeft de Engelse Centrale Bank een grote hoeveelheid goud verkocht. Gek, hè? Net toen het goud heel goedkoop was, ging de Amerikaanse overheid, de Engelse overheid, heel veel goud verkopen. Nou, er zijn 2 verklaringen voor. De ene verklaring is dat de Engelse overheid een gaasje in hun hoofd had. En ze verschrikkelijk vergist had. En wat erg. En dat ze daarna hebben ze excuses aangeboden aan het Britse volk. Nou, dat is dus niet waar. Want dat hebben ze niet gedaan. En de andere verklaring is dat ze dit met opzet hebben gedaan. Omdat degene die het goud kochten, ja, die hebben er lekker weinig voor betaald. Nou, sinds die dip in de goudprijs rondom de eeuwwisseling is de goudprijs weer lekker gestegen. En nu zitten we op een goudprijs van, jawel, $40,000 voor een kilo.
Nou, pakken we even de rekenmachine erbij. Gaan we even uitrekenen hoeveel duurder dat is geworden. Zeg maar 40.000, 40, 1, 2, 3, gedeeld door 600, dat was het in het begin, is... Het is dus 66 keer zo duur geworden. Goud. Oftewel, geld is 66 keer zo weinig waard geworden. Had je vroeger aan $600 genoeg om een kilo goud te kopen, nu moet je daar dan $40.000 van meenemen. Dus een dollar kost, of een dollar heeft de bestedingswaarde nu vergeleken met de bestedingswaarde van 6 cent in die dagen. Toch? Nee, minder nog. 1,6 cent. Dat is verschrikkelijk. Natuurlijk, de geldontwaarding is dat. En om het dan heel gek te maken, als je er nu de grafiek erbij zet van de olieprijzen over ongeveer dezelfde periode, die zie je hier staan. Ga ik even jullie meelezen. Ja, de oudste prijs die er staat is 1860. En dat is dan dit puntje, dan was het $10 voor een vat. En dat steeg heel snel tot $120 voor een vat. En toen zakte dat een beetje in elkaar zo. En dan kwam hier in 1972 met die oliecrisis. Toen steeg het naar $60 voor een vat. En daarna is het doorgestegen naar weer meer dan $100 voor een vat. En toen zakte het weer in elkaar. En... ja, in 2011, toen was die oorlog in Libië. En toen was de olieprijs weer heel hoog, 120. Maar inmiddels is hij helemaal in elkaar gesodemieterd. Er zitten weer $40 het vat. Dus olie heeft kennelijk geen last van die geldontwaarding. Tja. Dat is vreemd. Want benzine is toch een heel stuk duurder geworden. Vergeleken met wat we daar in de jaren 70 voor betaalden. Nou, kijk naar de historische benzineprijs. Historische benzineprijs. Nou, eens even kijken hoor. Hoe lang ze teruggaan. 2019, 2018. Ja, hey. Ja, ik wil het even echt lang geleden zien. Ik wil dat zien vanaf het begin van de Shell. Natuurlijk. Wat kost er nou benzine? Kijk, wat is nou dan? Ik pak me even 1,528 in 2019. Nou, nee, het is nu 1,636 in september. 1,665, oké, ongeveer hetzelfde. En hier in september 1,5, nou, dat is toch wel een stukje lager. Hier komen 1,479. En dan hier 1,507, iets gestegen. 707, oh, dat was duurder. 2014, nou zeg, was een dure jaar om te tanken. Maar ik bedoelde dus eigenlijk de historische prijzen. Die kan ik hier niet echt vinden. Benzineprijzen vanaf 1970, nou laten we dat maar even doen.
Nou, hier zie je het. Wauw. Dat is wel behoorlijk gestegen. He. Je ziet hier dat in 1970 betaalde je dan voor een liter benzine kennelijk 30, wat we nu noemen 30 eurocent. En nu is dat dan 5 keer zo duur. Ja. Pakken we even die benzineprijs erbij. Jaren 70 zitten we dan. Ja, dat was dus hier. En nu zitten we hier. Kijk hoor. Zeg maar, in die oliecrisis, 77, pak weer. Laten we maar pakken vanaf 1986. Toen was een liter benzine dus ongeveer 70 eurocent. En nu is het 2 keer zo duur geworden. Nou, als je dan kijkt naar de 1980 moeten we zijn. Ja, dan zit je dus ongeveer hier. Ja, dan zit je op hetzelfde niveau als nu. Maar toch is de benzine 2 keer zo duur. Snap jij het nog? Ja, ik niet hoor. Het enige wat ik kan denken als ik dit zie, is dat die prijzen van in dit geval benzine, die worden gestuurd. Die worden geleid door sentimenten en dan gooien ze de prijs omhoog en bij de Shell doen ze dat. Dan. Waarschijnlijk wereldwijd. Maar olie is dus helemaal niet echt duurder geworden sinds het begin dat er olie werd verkocht. En dat blijf ik toch nog steeds het gekste vinden. En terwijl goud, wat zijn we nou, 66 keer zo duur is geworden. Dus voor dollars die 66 keer minder waard zijn, koop je dezelfde hoeveelheid olie. Ja, maar dat is raar. En los daarvan, hè, wat is nou die economie? Nee, ik weet bijvoorbeeld dat in een liter benzine, daar zit accijns in. Waarom eigenlijk? Kijk, je kan het accijns op tabak hebben en accijns op sterke drank en zo. En daar kan ik me nog iets bij voorstellen, omdat het gaat om genotsmiddelen. Maar benzine is toch geen genotsmiddel, of wel? Niemand staat voor zijn lol te tanken. Iedereen tankt alleen maar omdat hij benzine nodig heeft om te kunnen reizen. En meer niet. En reizen, dat moet je voor je werk. Hé? En meer niet. Ik ken geen mensen die voor hun lol in de ronde gaan rijden met een auto. Ja, misschien een keer een stukje. Maar niet substantieel. Waarom zou je? En daar zit dan accijns over. Ik had het er ook een keer over met mijn vriend Wim Kruidentuin. Het was in 2011. We waren op vakantie, op weg naar de vakantie in Finland. En ik had al van tevoren met hem besproken van, ja jongen, die economie en al die prijzen en toestanden, dat wordt gestuurd. Iemand zit daarmee te spelen. En hij zo, ja, jij met je samenskweringstoestanden. Dat was allemaal niet zo. Maar toen was hij een biografie aan het lezen van Winston Churchill, geschreven door een vrouw.
Toen zei hij, moet je nou eens kijken. En hij las een stukje voor. En daarin stond dat ze in Engeland maakten zij zich zorgen over voldoende sollicitanten voor het leger. En toen hebben ze tegen de banken gezegd dat de banken de hand op de knip moesten doen. Betekent qua leningen en zo. Hè. Maar niet meer zoveel lenen. En dat creëerde dus problemen in, onder de bedrijven. Dus bedrijven gingen failliet. En daarvoor, als een bedrijf pech had en er ging een machine kapot. En dan gingen ze naar de bank en dan zeiden ze, we hebben pech gehad. Is een machine kapot gegaan, kunnen we van jullie wat lenen? Dan zei de bank, oké, meestal. Hè? Als het een goed bedrijf was. En nu moest die bank zeggen, nee, je kan niks meer lenen. Dan ging zo'n bedrijf failliet. Hè? En toen ontstond er een grote werkeloosheid. En zo wisten Winston Churchill en de mensen die zich de baas waanden van Engeland, die wisten zich verzekerd van voldoende sollicitanten, arbeidskrachten, voor het leger. Stond in de biografie van Winston Churchill. En Wim las dat voor aan mij en ik zei tegen Wim, zie je wel, ik had gelijk. En dat doen ze nu ook. En nu kan je duidelijk zien dat ze bezig zijn om ons uit te mergelen. De middenstand heeft het verschrikkelijk zwaar. De markt hier in Arnhem, daar merk je het ook. De markt hier op het Kerkplein, vlakbij waar ik woon. Ja, dat was vroeger was dat hartstikke leuk. Ja, dat is nog steeds wel leuk, daar niet van. Maar er zijn nog maar 30-40% van de marktkramen zijn er over. Echt. 1/3. En al die andere mensen die er stonden, die hebben geen business meer. Die zijn ermee opgehouden. En dat is niet omdat al de mensen die er vroeger kwamen winkelen op de markt, dat die nu hun producten kopen op internet. Nee, natuurlijk niet. Echt niet. Ik weet het ook van mijn zus. Die werkte eens in de week of zo. Hielp ze een man en die stond in Haarlem op de markt. Nou, die sprak ik nog een keertje. En die zei dat hij een hele slechte zomer had gehad. En hij zei, normaal gesproken is de zomer een slechte voor de markt. Maar hij zei, het moet nu echt gaan aantrekken, want anders dan stop ik ermee. En toen is hij ermee gestopt. Want het trok niet aan. Ze zijn bezig om de economie terug te brengen. En dat doen ze door de regelgeving op te drijven. En dat doen ze eigenlijk ieder jaar zo'n beetje. Weer nieuwe regels, weer meer regels. Ingewikkelde regels. En de grote bedrijven, die hebben daar niet zo gek veel last van. Die kunnen die regelgeving, die regeldruk wel aan. Want die hebben advocaten in dienst en die slaan dat om over ik weet niet hoeveel medewerkers. Maar iemand met een kleine onderneming, met een mannetje of 6, 7 in dienst. Ja, ga dan maar eens voldoen aan al die nieuwe regels met zo'n kleine arbeidspopulatie. Ja, de kleine bedrijven krijgen het heel moeilijk. Hebben het heel moeilijk. En hier in Arnhem, de Vrome Dreesman is weg. De Bijenkorf, die was al weg. De HEMA is er nog wel. Maar het valt me op dat als ik wat koop bij de HEMA, dan ga ik ook wel eens op koopavond. Ik kan in één keer doorlopen naar de kassa. Ik hoef echt niet in een rij te staan. En ik heb het idee dat vroeger toch echt anders was.
de Blokker en die huishoudelijke artikelen, die hadden een mooie grote winkel. Ettelijke vierkante meters. Dat is niet meer. Ze hebben nu een klein winkeltje. Wel leuk hoor, klein maar fijn, zullen we maar zeggen. Maar het is een klein winkeltje. En toen ik er laatst kwam om iets, een allesopener heet dat. En toen keek die vrouw, die keek me aan en die zei, ja, vroeger verkochten we dat. Maar nou niet meer. Nou, dan kan je dat gaan halen via internet. Maar dan, wat zei ik nou laatst? Nou, dan praat je euro's verzendkosten erbij. En ik, ja. Daar zit ik niet op te wachten. Maar het is dus niet meer. Dat je even in Arnhem een allesopener kan kopen. Dat komt omdat die economie helemaal is teruggebracht. En een factor is natuurlijk ook de massale immigratie. Dus ik was voor een tijdje terug hier in Arnhem bij het gemeentehuis. Voor het, nou, het ging mij om een uitkering of zo. Die heb ik niet gekregen, by the way. Maar even informeren, weet je, over hoe het gaat en anders. Nou, ik was... Ja, ik was de enige Nederlander. Ik was de enige Nederlander. Ik heb daar geen Nederlanders gezien. Ja, die daar werkten. Bij het arbeidsbureau, of hoe heet dat tegenwoordig. Maar niet de mensen die daar waren als cliënt. Dat waren allemaal buitenlandse mensen. Dat trekt een wissel op je economie. En ik zag ook dat 63% van de allochtonen, 63% van de gevangenen in het gevangeniswezen, dat is een allochtoon. Die mensen zijn niet gratis hoor. Je wil zeggen, ja, ze zitten in de bak. Ja, maar dat kost een hoop geld per dag. Zou het per dag kosten, 1 iemand in de gevangenis? €1.000? En 63% van de mensen in de gevangenis, die zijn allochtoon. En die allochtonen, die beslaan misschien 20% van de bevolking. Ja, dat betekent dat ze 3 keer zo crimineel zijn. En dan kost het een hoop schade aan ons. Ook als een hoop geld door die mensen gedetineerd te houden. Maar ze hebben natuurlijk ook een hele hoop schade veroorzaakt. Dat komt niet ten goede aan de economie. En dat ze die mensen moedwillig hier naartoe brengen, dat is inmiddels duidelijk. Daar zit geen spat mensenliefde, hunkeringstoestanden bij. Europa moet volgepland worden met buitenlandse mensen. Daar zijn ze mee bezig. En drama's hoor. Ik ken 3 vrouwen, volwassen vrouwen, die hebben een relatie aangegaan met een man uit Afrika. Zijn gevallen die staan op zichzelf. Hè? Die vrouwen kennen elkaar helemaal niet. Ik ken ze. Maar alle 3 de vrouwen die zitten met de handen in het haar. Door 97% van de huwelijken die aangegaan worden tussen een blanke vrouw en een negroïde man. Die 97% eindigt in een drama. En die vrouwen raken allemaal aan de uitkering. En van de Nederlandse huwelijken gaan er ook een hele hoop kapot. Maar die vrouwen die hoeven in de regel althans geen uitkering aan te vragen. Want die krijgen alimentatie. Zeker als ze echt de huisvrouw zijn geweest.
En manlief heeft een leuke baan. Ja, dan moet manlief betalen voor het inkomen van die vrouw. Natuurlijk. Maar die vrouwen die ik dan ken, ja, helemaal niks. Helemaal niente. Die man is pleiten. Ze kunnen het bekijken. Dat kost allemaal erg veel. Dus de economie van Nederland wordt heel succesvol en bewust omlaag gebracht. Zo is het en niet anders. Het is maar wat. Ja, toch? Het is een rare boel. En dan kan je zeggen van, ja, maar waarom doen ze dat dan? Nou, omdat ze bezig zijn om de hele wereld onder te brengen in één bestuurssysteem. Een wereldbestuur. Dat is nu ook met die stikstofregelen toestanden, hè? Dat is heel schadelijk voor de Nederlandse economie. En er wordt heel veel geld in gepompt, met name in de propaganda. Om het Nederlandse volk te doen geloven dat het hier gaat om hele reële, nou echt super noodzakelijke regels. Maar dat is helemaal niet. En je kan zeggen dat de zandvlaktes, de kale, stikstofarme, voedselarme zandvlaktes in Nederland, zoals de Drunense Duinen en de Hoge Veluwe, misschien dat je kan zeggen dat die ja, verrijken door dat stikstof. Want er wordt natuurlijk nogal wat stikstof geïmporteerd hier in Nederland. In de vorm van kunstmest en zo. Of het wordt geproduceerd zelfs. Dan zullen hier ook wel kunstmestfabrieken hebben. En dan breng je een hele hoop nitriet en nitraat en ammonia, of ammonium, of ammoniak, breng je in het milieu. Ja. Dan kan zo'n arme zandgrond, een voedselarme zandgrond, die kan daar een de gevolgen van oplopen, ervaren, ja dat kan. Maar nou en? We maken er wat. Moet altijd alles zo blijven zoals het was? Door Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa. Dus misschien niet het meest uitgelezen land om te gaan voedselarme zandgronden te handhaven. En trouwens, hoe slecht gaat het eigenlijk met die zandgronden? Gaat het echt zo slecht? En kunnen we er niet voor kiezen dat we dat dan maar laten zitten en dan tevreden zijn met het feit dat je in de Sahara nog heel erg voedselarme zandgronden hebt? Nee, het moet allemaal aangepakt worden. En dan maken ze zomaar eventjes de hele boerensector kapot. Want die gaat er helemaal aan op deze manier. Nederland is nu nummer 4... Sorry. Ter wereld met de export van landbouwproducten. Dat is straks voorbij. Is dat goed voor de economie? Nee, natuurlijk niet. Dat is een ramp. Zo gaan die dingen. Ze maken Nederland kapot. En het volk, ja, op Facebook
Dan zie ik genoeg postjes, van die postings van, op Facebook van mensen. En die juichen het toe dat de agrarische sector aan banden wordt gelegd. Ja, dan ga je wel naar huis. Als je en de overheid tegen je hebt als boer. En ook nog een keer half Facebook. Ja, stop er dan maar mee. Ik weet nog wel, het was al een paar jaar terug, dat ik een man sprak en zijn vader is boer. En die man die zei, jeetje jongen, het aantal regels waar die boeren zich aan moeten houden. Daar word je helemaal gestoord van. En waarom? Laat die boeren toch lekker boeren. Ja, als ik de directeur zou zijn van Nederland, zou ik zeggen, laat die jongens met rust. Een boer moet goed zorgen voor zijn land en als hij dat niet doet, ja, dan gaat zijn land kapot. En dan, ja, dat hoef je als het ministerie van Landbouw niet voor te waarschuwen. Dan moeten die boeren zelf maar uitknobbelen hoe ze ervoor zorgen dat ze hun land goed houden. De kwaliteit goed houden. En zich niet helemaal blauw hoeven te betalen aan insecticiden en zo. Dat is het probleem van de boer en niet van het ministerie van Landbouw. Dat is wat ik vind. En boeren die het niet goed doen, die gaan vanzelf failliet. Dat is wat ik vind. Maar nee, het ministerie van Landbouw bemoeit zich overal mee. Hebben ze ook nog ontdekt dat... Dat zag ik op het internet, zo'n internetkanaal, dat is geen officiële media... Maar toch een hele mooie documentaire, heel verzorgd. En het ging over de injectie van mest in de grond. Ik weet niet of jullie machines wel eens hebben zien gaan of rijden over het land. Maar dan spuiten ze de meststof, dus gewoon poep en pies, direct zoveel centimeter onder het oppervlakte van het weiland of wat dat ook weer is, akkerland. Nou, zeiden mensen, dat is echt killing voor die grond. Want wurmen en andere beesties, die schrikken zich helemaal het leplazerus als het dan bemest wordt. En dat gaat allemaal kapot. Dus je spuit dan die mest in de bovenste laag van het aardoppervlak. Maar vervolgens gaat al die fauna, al die beesties, in die bovenste laag, ja, die stikken de moord. En beter kan je het uitstrooien over de bovenkant en dan regent het langzaam naar binnen. Ja, dan heb je wel dat er dus ammoniak, damp, dat gaat dan in de atmosfeer. Is dat zo erg? Ja, ik vind van niet. Het verdunt toch allemaal? Maar ze maken die economie kapot. Dat is wat ze doen. Zo. Dat is verschrikkelijk voor ons, hoor. Dus mijn dochter die zei ook van ja, mensen moeten niet zoveel consumeren. Dat mag wel eens een beetje minder. En dan zei ik tegen haar van ja, jij bent gewend aan een Arnhem. Met hier in het centrum van Arnhem, je hebt 3 supermarkten en een hele berg nagelstudio's. En in de winkelstraat daar heb je ja, de bekende kledingzaken. Van die ketens. Die je in elke stad hebt. En dat is het. En voor mijn dochter is dat normaal. Ik zei tegen mijn dochter, maar vroeger op zaterdag kon je over de hoofden lopen in de drukke winkelstraat van Arnhem. En dan kijkt mijn dochter kijkt me zo aan van, oh, ja. Maar voor haar is het dan... ik zei dus ook tegen haar, het is al een heel stuk minder geworden qua consumptie. Daarom is de hele middenstand ook weg hier. Ja, de Bijenkorf is weg, de Vroom en Dreesman is weg, de Hema houdt het nog voorlopig even vol. En de Blokker is helemaal gedownsized.
Er waren hier in het centrum van Arnhem iets van 4 winkels waar je muziekinstrumenten kon kopen en uitproberen en al die dingen. Helemaal weg. Ja, ja. En dan nog minder? Het is al zoveel minder. En dan kijkt mijn dochter mij zo'n beetje glazig aan. Van ja, ja, dat zeg jij dan weer. Ik denk ja. Maar ja, zij weet het ook niet. En toen zij geboren werd, dus in 1999, in december. Toen was de economische kaalslag was al bezig. En er waren al winkels aan het verdwijnen. En toen zij dan in de puberteit kwam, ja, toen was de Bijenkorf al weg en was dat al een Primark geworden. En zij helemaal blij van, oh, we krijgen een Primark in Arnhem, hoi! Ja, vroegen ze naar de Bijenkorf. Dat scheelt even, hè, qua bestedingspatroon publiek. Nee, ik ben er helemaal niet positief over gesteld. Los daarvan dat, ja, ik red me wel. En jij denk ik ook wel. Dus, nou, ik weet nog dat in de jaren 90, begin jaren 90 was dat, en ik had lekker een baan en iedereen had een baan. En dan met Oudejaarsavond, dan gingen we met een paar vrienden, allemaal geld bij elkaar en een lekker eten, man. En dan aten wij bijvoorbeeld kaviaar. Ja, voor een keertje per jaar mag dat toch wel. Lekker kaviaar met een heel fijn gesnipperd uitje. En wat gekruimeld hardgekookt ei. En lekker, man. Een toastje. Die winkel waar je kaviaar kon kopen, die is weg. Dat is een kledingzaak geworden van een of andere keten. Cool Cat of zo. We hadden hier in Arnhem een geweldige groenteman. Pleiten. Je kon daar 5, 6, 7, 8 soorten appels kopen. Dat kan helemaal niet meer. De supermarkt hier op het Kerkplein. Nou, die groente- en fruitafdeling, dat is zelfs nog een stuk kleiner dan dat het 9 jaar geleden was toen ik hier kwam wonen. Ze stelt er bijna niks meer voor. Nou, dan heb je nog de Albert Heijn. Alles bij elkaar, bij de Albert Heijn heb je dan, ja, iets van 1, 2, 3, 4 keer 5 meter, denk ik. 4 keer 4 meter aan groenten en fruit. Ja, vroeger was dat wel anders. Dat is allemaal weg. Maar goed, je kan nog steeds aardappelen kopen en zo. En dan koop ik, had mijn dochter te eten hier afgelopen maandag. En dan ga ik voor haar naar de markt. En daar verkopen ze echt lekkere aardappelen. Die ene man dan, uit Driel komt die. En ik vroeg aan hem nog, toen ik mijn zakje had. Ik vroeg nog aan hem ter afscheid van, en hoe gaan de zaken eigenlijk? Nou, toen kreeg hij heel bedumpt. Kiele, zei hij. Gaat niet goed. En dat marktplein is al bijna leeg. Echt hele grote stukken. Er staat helemaal niemand. En straks staat hij er ook niet meer. En dat is niet omdat de mensen van Arnhem allemaal hun aardappelen kopen via internet. Tuurlijk niet. Maar die economie die gaat onderuit. Met opzet. Ja, ik wou dat ik een leuke bericht had. Maar als je het gaat hebben over economie. Dan, ja, leuke berichten, dat gaat dus echt niet. Het is jammer. Vind ik ook.
En voor wat de toekomst betreft, ik vraag me af hoe wij dit ooit de juiste personen gaan verwijten wat die personen ons aan hebben gedaan. Of zal dat niet gebeuren? En dat kan ook nog. Dat we allemaal denken, ach ja, ja, het was eind jaren 70, ja, toen had je wel heel groot, als je kijkt naar een stad als Arnhem, had je echt heel veel middenstand en nu niet meer. Ja, nou ja, dat heb je zo, hè. Of dat wij ingrijpen. Ja, toch? Wat wordt het? Maar het gaat niet goed. En dan kunnen ze op het NOS-journaal zeggen van, man, het gaat allemaal best wel goed en dit trekt aan en dat trekt aan. Maar het trekt helemaal niet aan. En dat is de bedoeling ook helemaal niet. Ze willen ons aan de bedelstaf, zodat wij staan juichen zo dadelijk als er nog meer maatregelen komen uit Europa. Want dan zal het wel goed gaan. Dat komt eraan. Ik brom het, joh. En tegen jullie zeg ik dan op zijn hamburgers, tjus en dag zuinigers, want dat zal nodig zijn.